zometeen mijn ondergoed inleveren in plaats van een kaartje om binnen te komen bij de Foute Nacht. Foute Nacht is een campagne van Max Havelaar die graag wil benadrukken dat er heel veel fout katoen is in de wereld. En fout suggereert natuurlijk ook dat er goed katoen is. En goed katoen houdt in dat er boeren zijn die het katoen in de ontwikkelingslanden produceren tegen een eerlijke prijs. En met Foute Nacht willen we mensen stimuleren om fout katoen in te leveren. Zodat er misschien wat meer ruimte in de kast is om beter katoen met een Max Havelaar keurmerk te kopen. Even laten zien. Oud t-shirt. Heeft heel veel waarde voor me. Kan je wel zien, denk ik. Ik had een jeans liggen. Omdat hij in feite gewoon groot is. Dit is een onderbroek. Van slecht katoen. Panty dinges. Of nee, sok. Kniesok is het. En hij is heel mooi, zoals je ziet. Heel fout. Van een hele foute katoen. Deze avond gelezen en dacht van nou, ik vind het een goed initiatief, dus vandaar dat van ja, gewoon omdat ik denk dat als je kijkt naar biologisch voedsel of zo, of eerlijk voedsel in de supermarkt, daar heb je heel veel aandacht voor, maar voor echt ja, foute kleding, daar hoor je eigenlijk nooit zo van. Heel belangrijk eigenlijk dat we ons zeg maar bewust van zijn van wat ook hier, zeg maar eigenlijk de slechte kant is van mode eigenlijk, hè? Want er wordt heel veel fout katoen wordt er inderdaad ook gebruikt voor alledaagse dingen die we gebruiken qua kleding, of interieur en banken en noem het maar op.